zal hier maar gebeuren toch? Hè? Nou, je Dat hebt een je autobedrijf. En hoeveel bovag autobedrijven zijn er eigenlijk? Ben van Tilburg, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zijn uh, 3300 deelnemende bovag autobedrijven. Ja, en één keer per jaar wordt het beste autobedrijf uh, uitgekozen. Uh, Flevoland zit in de race, daarom zit je hier natuurlijk ook, want jij hebt je bedrijf in Marknessen. Gelderland en Drenthe doen ook mee. Ja. Waar vrees je het meeste voor als je naar de concurrentie kijkt? Nou, de, de concurrentie, het was echt hoog dit jaar. Als je naar de, naar de scores kijkt van klanten vertellen, hè, dat is een forum wat mensen op hun website hebben, dan uh, lagen de, de scores echt tienden uit elkaar. Mm -hmm. uh, autobedrijf Cheersma dat is een bedrijf dat was uh, twee jaar geleden de runner-up. In Gelderland, en, hè? Hulft. Die, uh, nee, die zaten in uh, Nieuwweringen. Oh, oké. Okay. En die, uh, die hebben een rapport oh, gekregen dat, ja. waar ze ja? dus uh, een aantal mankopunten hadden. Mm -hmm. ja, en als je die mankopunten weg. Gehaald hebt en, en je hebt voor de rest alles goed, ja, dan zit je gewoon waarschijnlijk in de top drie. En dat zaten ze dus ook. Ja. Dus ik denk dat dat een hele geduchte concurrent is. Is bekend welke mankelpunten dat waren, waar jij dan weer profijt kan, van nee. kunt hebben? Nee, dat houden ze aan. Het nee, wordt niet gezegd? Nee, het wordt niet gezegd. Wij krijgen ons eigen rapport ook na 3 oktober. Ja. Dus, heb je uh, dan wel een vermoeden dat je denkt van daar kunnen we goed op scoren? Ja, kijk, je weet zelf, van jezelf weet je gewoon wat je goede en wat je slechte kanten zijn. En, ja. en, uh, maar we hebben gewoon een heel hecht team. En ik denk dat we elkaar op alle vlakken gewoon heel erg goed aanv aanvullen. We hebben een goed technisch team, we hebben een goed administratief team, we hebben een goed verkoopteam. En uh, lijntjes zijn kort. We werken met zeg maar acht man. En, uh, dus ik denk dat we als geheel gewoon een heel sterk bedrijf hebben. Ja, en hoe lang zit je? Want je zit in Mark Nessen. Ja. Um, nou, eigenlijk, als je het dorp inkomt rijdt, is het een beetje afhankelijk van waar je het dorp in komt. Maar dat kan niet missen. Bij het busstation nee. is het. het is, ik, is, meteen lacht het bedrijf van je toe. Nou, we zien ook een ja. foto voor de mensen die meekijken op televisie. Um, hoe lang zit jij daar nu? Uh, ik zelf zit er vanaf 2011 en het bedrijf uh, is wel leuk om te vertellen. In 1952 is het pand gebouwd. Het is het oudste garagebedrijf van, uh, van Roospolder. Uh, en wij zitten er volgend jaar 30 jaar, dus dan uh, is het eigenlijk wel een beetje een kers op de taart uh, deze nominatie. Ja, zes jaar geleden dus uh, ben jij daar begonnen? Hè? Ja. B hoe ben je daar terecht gekomen dan? Want het heet Ben en van Til, of uh, Pauls en van Tilburg. Ja. Dus jij bent Ben van Tilburg. Ja. Wie is meneer Pauls of mevrouw Pauls? Nou, Peter Pauls is in 1988 daar begonnen als merkdealer en is ook gelijk BOVAG lid geworden, want hij wilde gewoon een organisatie erachter uh, hebben staan, ook voor de garantie en dergelijke. En uh, in 2010 ben ik benaderd omdat uh, de heer Pals uh, geen opvolging had. Of ik eventueel uh, inbouw treden als vernoot. Uh, en dat heb ik gedaan. En uh, twee jaar geleden is de heer Pals uitgetreden. Maar we hebben de naam en alles hetzelfde gehouden. Omdat hij toch de, de grondlegger van het bedrijf is. En, uh, ja. en dat, uh, ja, dat, gaat, uh, dat gaat erg goed. Ja. Zag je al in de autobranche ook? Voordat ja. hij vroeg. Ja, okay. vanaf 89. Maar nog geen eigen bedrijf toen. Nee, was nee. wel een ambitie. Dat is wel een dus, stap ook, hè? Ja. En risico, denk ik. Nou ja, weet je, je, moet altijd denken in kansen. Ik ja. dus, uh, ja. hey Ben, eventjes over dat. Ik, ik, je hoort mensen wel eens zeggen, ja, dat, dat keurmerk BOVAG zo, is allemaal een wasse neus, een dealer, ja of nee, het zijn allemaal auto-handelaren. Uh, ja, dat wordt op een verjaardag vaak geroepen, inderdaad. Alleen, uh, ik denk dat de BOVAG een organisatie is die uh, heel streng selecteert en meet... Uh, deze verkiezing ook. Er zijn mystery shoppers langs geweest. Er zijn mystery shoppers in de werkplaats geweest. Er zijn mystery e-mails geweest. En dan gaat het erom: hoe ga je daarmee om? Uh, hoe behandel je de mensen? He, de klantervaring op dat moment ook van die mystery shopper, het rapport. Uh, en dan bleek dus dat er een aantal hun hoofd echt boven het maaiveld uitstaken. In dit geval dat waren er dus tien. En mm -hmm. daar zaten we dus bij. Ja, nu uiteindelijk bij die eerste drie. Dat is, uh, dat is fantastisch. Bovach doet het natuurlijk ook om te kijken of hun regels wel nageleefd worden. Ja. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte. Exact. Zijn er ook al bedrijven zeg maar uitgeknikkerd dan, in de loop der tijd, ja. dat je weet? Klopt, ja. Je hebt de, onder andere een bovengeschillencommissie, hè Dus als je niet houdt aan de regels en de klant uh, gaat dingen aanvechten... en dan kom je samen voor de bovengeschillencommissie. Mm -hmm. En als je daar te vaak geweest bent, dan... Uh, is het over en ja. uit. krijg ja, je wat... geen acceptatie meer voor je lidmaatschap. We hadden vanochtend nog zo'n zo ding wat nu uh, in het nieuws is. Dat de uh, camperkopers, die worden vaak een beetje agressief bedreigd zo. Van, ja. uh, joh, als jij uh, rare dingen over ons op internet zet. Hè, staat ook in de voorwaarden van de koopovereenkomst. Nou, dat mag ja. niet, dan krijg je een boete van 5000 euro. Dat, ja. dat kan natuurlijk nooit binnen de BOVAG. Nee, kan niet. Uh, social media is natuurlijk een heel krachtig medium. Uh, als je ook maar iets verkeerd doet in no time... Uh, kan het je wel eens heel lang achtervolgen. Dus uh, in die zin waren we ook niet zo bang voor mystery shoppers. Je moet iedere klant gewoon benaderen zoals je zelf behandeld wil worden. Eigenlijk moet je iedere klant zien als een mystery shopper. Hè? Juist. Ja, ja. Ja. Iedere klant is koning. Ja, in feite wel. En ja. als er een probleem is, niet erg, los het op. Ja. Dat is ook de kracht van het internet. Hè? Ja. Veel mensen zetten op internet hun klacht. En het is dan ook goed dat je daar als bedrijf heel snel op reageert. Ja, gelijk. Klopt. Dat mensen gelijk. ook zien wat daar ja. wordt uh, gedaan. Hebben jullie dan ook, zitten jullie daar dan, dan ook bovenop? Hebben jullie een afdeling uh, social media, zeg maar? Ja, 100%. We hebben uh, een eigen Facebookpagina natuurlijk. En uh, nou, Twitter is mooi, uh, LinkedIn. Hè? En uh, ja, je kan heel veel delen tegenwoordig, en dan wordt het weer gelijk. En op die manier krijg je ook een stukje namens bekendheid. Mm -hmm. en, uh, en je bent gewoon zuinig op je naam. Een goede naam opbouwen, dat doe je 30 jaar over. Bij wijze van spreken, maar afbreken kan in een half jaar. Ja, ik moet zeggen, slechte ja. naam heb je zo. Go Google jij ja, ook wel eens en, en kijken van of er iets negatiefs te vinden is over jou of over je bedrijf. Dat nou, doe je dat nooit. Er zijn wel forums voor inderdaad waar mensen. Maar goed, aan de andere kant denk ik ja, uh, je kan het doen. Ik uh, kan beter zorgen dat dat niet gebeurt. Ja, ja precies. Ja. Uh, ja. Dus, uh... Wat zijn nou jouw punten waarvan je zegt we kennen onze sterke en goede punten? Uh, je weet, in de komende tijd zul je nog behoorlijk aan de tand gevoeld gaan worden hè? Ja. Voor, de, voor de finale ook. Ja, Waar denk je dat ze bij, bij jou uh, uh, misschien wel wat boven krijgen dat je denkt van, oeh, lastig? Ja, ik ben altijd de man die zegt van het gaat om het vogeltje en, uh, en niet om het kooitje. We hebben natuurlijk een pand uit 1952. Uh, daar kan je gewoon niet omheen. Het is kan wel. Ook uitermate, hebben, ja, het is uitermate goed verzorgd. Bij ons kom je als klant nog ouderwets door de, via de showroom, door de werkplaats heen naar de andere showroom. Nou, arbotechnisch mag dat niet. We hebben dat opgelost door daar een zebrapad te maken. Helemaal niet. Oh. Ja, <laughs> dus toen mocht het ineens weer wel. Ja, ja, ja. Maar goed, dat zijn net de dingen van: ja, waar gaan ze nu op letten? Ik denk dat uh, in de finale. Uh, en we liggen alle drie heel dicht bij elkaar. Ja. Dus ja dan kunnen het kleine dingen zijn, hè? een knipperende tl-balk of een vlag die uh, geraveld is. Dus we zullen echt de komende weken... Uh... Oh, daar kijken ze ook naar, de uitstraling ja, van het bedrijf? Alles, hmm. ja. Maar heeft ik... die spanning ook binnen het bedrijf? Ja. Is iedereen ja? meer gebrand op van jongens, het moet, het moet echt goed zijn nu, ja. hoor. En het leuke is, meneer Pauls is al twee jaar uit het bedrijf, Peter, en uh, nou, die zei laatst van hij kan er amper van slapen, dus uh, dat is wel heel leuk. Ja, Hef, ja, heeft heeft hij ooit die wedstrijd gewonnen in, in al die nee. jaren? Nee. Dus, uh, nee. Het kan voor jullie de allereerste keer zijn ja. dat jullie als beste boven garage van Nederland worden gekroond. Ja. Gaat dat ook meer klandisie opleveren, denk je, als, dit, uh, als je dat wordt? Ja, zeker. Merken we dat is, nu al? Ja, merken we nu al. We hebben ook bij de occasions hebben we dus staan van, uh, dat we dus bij de eerste tien uh, zitten. Ja, nu ja, dus de ja. eerste drie. Uh -huh. Maar nu krijgen we dus mensen die bellen en vragen om nog wat meer foto's. En zeggen, ja, moeten we nou nog langskomen? We, kennen, we weten hoe ze een auto rijdt. Uh, Doe maar. Mm -hmm. ja. nou, je ja. ziet ook veel mensen tegenwoordig alleen maar op internet speuren. Dus ja. het fysieke contact is er minder dan. Klopt. Ja, showroombezoek is veel minder. Mensen zijn goed geïnformeerd, goed georiënteerd, weten ja. vaak meer van Deel de auto. Veel volgens mij ja. komen ze heel langs. Gericht. Ja. ja, En ze komen ook allemaal met de opmerking, ja maar deze auto die staat bij een ander veel goedkoper joh. Exact. Dus uh, je moet gewoon, prijs is gewoon heel belangrijk. En uh, je moet zorgen dat je bij de eerste twee pagina's in de zoekmachine staat. Anders doe je gewoon niet mee. En nee. we hebben wel het voordeel, we zitten op een dorp met 4.500 inwoners. Met twee garagebedrijven zeg maar. En dan uh, heb je nog wel de gunfactor. Dat is bij ons echt nog heel sterk. Mm -hmm. He, en um, nou, we hebben dan die, die zoekopdrachten. Wat een steeds grotere uh, rol binnen het bedrijf. Mensen hebben geen zin meer om naar, uh, naar Oude Pekela te rijden. Of, uh, of naar Maastricht. Van, uh, daar staat mijn auto. Maar ja, straks ja. kom ik daar. Is die verkocht? Nou, ja. Dan worden wij vaak ingeschakeld. Van joh, willen jullie die auto leveren? neem jullie de garantie over? En doe maar een voorstel. Ja, ja. Nou ja, En omdat je dus met z'n allen, hè, we hebben ook een heel hecht team al zo lang in het vak zit, dan heb je ook een redelijk netwerk, ook in autobedrijven. Je weet dus ook waar je niet moet gaan kijken. Oh. Mm -hmm. hè, en, uh, en wat ook heel leuk is om te vertellen, want het is echt een teamprestatie van iedereen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook in de mix in de werkplaats, we hebben vier jongens in de, in de werkplaats en een chef-werkplaats. En we hebben eigenlijk bewust een beetje gekeken naar een mix van jong en oud. Hè. De, onze jongste monteur is 19 jaar. En de oudste is 50. En uh, ja, die je kan van elkaar leren. De ze ervaring? Ja, de jongeren zijn weer veel sneller met een uh, met, met de laptop en uh, dat soort ja. zaken. Ja, ja, ja. En de oudere monteur die gaat eerst luisteren, nog even mechanisch van, hé, hey, wat hoor ik nou? En ja. de jongere monteur prikt de laptop erin en zegt, hé, hey, het is dat. Ja. Dus ja. Ja. Uh, als jullie maar, nou straks winnen, wat is de prijs? Eeuwig roem. Uh, je kan er. Uh, ik heb bij winnaars op de site gekeken van een aantal jaren geleden waar het nog steeds op staat. En uh, het maakt, overal maakt het dat makkelijker. Bedrijven willen graag zaken met je doen. Leveranciers denken, oh, dat is een goed zit bedrijf. Wel goed. Mm -hmm. ja, ja. Uh, uh, en klanten de, de, denken ook van, nou, als ik ja, daar iets koop, dan zit ja. het goed. De, 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 degene die in de jury zitten, dat is onder andere een Paul de Vries van Marktplaats. Een uh, autoriteit op uh, automotive. Uh, Oscar Brongeest van WND Consultancy. Die certificeert ook bedrijven en dealerbedrijven met name. Dat uh, is ook een autoriteit in, op het gebied. Mm -hmm. um, en al, he, die doen ook met de financiële rapporten van Graden werken ze. Nou, en als die allemaal zeggen: dat was nu ook weer onderdeel: van joh, uh, het is gewoon goed, dan zegt een bank. Iemand anders veel. Ja. Klaar. We doen graag zaken met jullie. En dat is voor ons natuurlijk heel belangrijk. Ja, ja. absoluut. ja. Nou, 3 oktober zullen we het weten. En uh, misschien is er nog is er nog wat, wat leuk auto nieuws of zo te melden, dat we dat uh, misschien binnenkort eens een keer in het programma kunnen gaan doen of zo. Ja, het, uh, er is niet zo uh, uh, veranderlijk op dit moment dus de autobranche. Hè? We hebben natuurlijk de, de, de bijtellingspercentages. Hè? Normaal had je die, uh, die 14% bijtelling, 7%. Nou, dat is nu allemaal 22. Dus mensen gaan ook ineens weer heel anders kijken. Ja. Uh, vroeger was met je uh, de status af van de grootte van de auto dat is geweest mensen kijken nu van hey uh, ik wil gewoon rijden wat bij me past en wat ook in mijn portemonnee past ja 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 uh, waterstof uh, ja hoe dat waterstof gaat dat wat wat kijk tesla is natuurlijk oh, heel erg uh, ja ja tesla is ja. natuurlijk met die elektrische auto's die die die, die, die nieuwe tesla 3 dat dat uh, ja dat is meer vraag dan aanbod zal ja. ik maar zeggen maar ik vraag me af ja straks dat waterstof er is dan zit je met je tesla ja, ik denk uh, dat Tesla sowieso een, uh, op dit moment is. Uh, de actieradius is een groot iets. probleem. Sommige auto's ja. uh, kunnen maar 150. Of nog minder, ja. En Tesla die kan 400 mm -hmm. of meer. He? De nieuwe Opel kan ook 400 of meer. BMW. Um, ja, en waterstof 2018 gaat Hyundai daar weer uh, vol mee in. En, nou, ik noemde het, uh, Lamborghini, Volvo, die willen allemaal naar de hybrides toe. Dus ik denk dat dat, uh, ja, als een paar jaar verder zijn, de grote steden, oud diesels komen ze niet meer in. Nee. Dus het milieu is nu al Amsterdam, oude diesels kom je niet meer mee in? Nee, Rotterdam inderdaad dus ook. Diesel ja. gaat sowieso uit de gratie raken volgens mij hè? Ja, en ja. Komt, in Nederland is de BPM natuurlijk torenhoog, hè, met die uitstoot allemaal, dus ja. uh, ik denk dat daar nog wel... Uh... Zou het zou verdwijnen langzaamaan die BPM? Of, uh... Nou, voorlopig... Heel langzaamaan. Langzaam gaat heel langzaam. Wij zijn het enige land binnen de EU dat BPM heeft Ja, ja. ja. en dan verzinnen ze wel weer wat nieuws. Ja. Dus, uh... ja. Nou, ik vond het leuk succes. dat je er was. Dank je wel. Um, nou, laten we gewoon binnenkort weer afspreken, Ben. Zeker. En sowieso natuurlijk 3 oktober hebben we weer even contact. Hè. We gaan ervoor. Dank je wel, dus, uh, Ben. Dankjewel. Succes.